Welkom bij GPS Expert. We gaan het vandaag hebben over het Garmin Lifetime Updater programma. Dit is nog maar net uitgebracht en er is hier een weblink waarmee we dit programma kunnen downloaden. Als we daar naartoe gaan, hebben we de keuze tussen Windows en Apple. De website ziet automatisch op welk systeem we zitten, dus in dit geval krijg ik alleen de download voor Windows te zien. Ik kan wel de Mac-versie hier nog eventjes apart downloaden. We moeten in ieder geval minimaal op Windows XP Service Pack 3 zitten met Microsoft .NET. Dit is, wat ze zeggen, de minimum specificaties. En als we hier niet aan voldoen, dan heeft het ook geen zin om dit programma te gaan gebruiken. We zien wel dat we voor Tiger en voor oude Apples, dus alleen voor de nieuwe Apples en niet voor de oude Apples. Nadat we de download hebben gedaan, allemaal geïnstalleerd, krijgen we een icoon op ons desktop. En het programmaatje staat hier in de taakbalk. Ik dubbelklik het en op dit moment staat hier het updated programma. Mijn Zumo 660 is gekoppeld, daar wordt ook om gevraagd. Dus je hebt op een gegeven moment wel een toestel nodig met een City Navigator kaart en een bijbehorende lifetime abonnement. Want anders gaat het natuurlijk nog steeds niet werken. Dit geldt ook niet voor een fietskaart van de Benelux. Het is alleen maar voor de wegenkaart van Europa of Amerika, de City Navigator kaart. Heel belangrijk is wel om in de instellingen te weten, wilt u deze kaart alleen op uw toestel installeren of op een computer installeren. Als dit niet is gekozen, dan wordt standaard de kaart alleen in uw toestel geïnstalleerd. Deze zet ik aan, dit laat ik standaard en verder is het goed. Meerdere toestellen worden aangesloten. Ik heb op dit moment geen tweede beschikbaar, maar dat is voldoende. Als ik het kruisje klik, sluit ik het echt af. Totdat ik de machine weer herstart, de PC, dan doet hij daarna weer. Als ik hier het minnetje geef, dan verdwijnt hij. En dan blijft hij netjes hier in de taakbalk staan. Goed, dat was hem.